jullie kijken naar deze Bakflix video van vandaag. En ik ben heel gelukkig. Ik heb een nieuwe oven. En nog een nieuwe oven. Een oventje met een ijzeren onderplaat. Oven met een stenen vloer. Waar ik echt heel mooi vloerbrood in kan gaan bakken. En ik heb een echte deegmachine in mijn Bakflix keuken. Die staat hier zo. Moet ik nog even de juiste plek voor vinden. Ja, echt super ding. Als je hier aan klikt, gaat hij gewoon ook omhoog. En het kuipje kan er ook nog af. En ja, meestal maken thuisbakkers in een KitchenAid, planeetmengertje zoals ze dat noemen. Maar eigenlijk zijn die daar niet voor gemaakt. Omdat deze zo sterk is. Deze machine die draait zo en hij draait ook nog. Ja, en stevige degen gaat gewoon niet. Dus ik ga gelijk al beginnen met een deeg waar een beetje stevigheid in zit. Mijn favoriete snoepbrood. Briochebrood, echt Frans briochebrood. Met een echt heel rijk recept. Ik heb hier 50 gram melk. En die heb ik even 30 graden gemaakt. Daar gaat 30 gram verse gist bij. Als je nou geen verse gist hebt, kan je ook 10 gram droge gist pakken en dan pak je gewoon 20 milliliter melk extra. Die gist die lossen we even op in die melk. En dan gaat de gist eigenlijk al een beetje werken. Dan doen we er ook nog 50 gram bloem bij, patentbloem. En dit heet een zetsel in de bakkerij. En dit papje. Ja, zet je op een warm plekje voor een kwartier. En dan even een warm plekje is mijn oven. Die is aan het voorverwarmen al. Gewoon een kwartiertje laten staan, dan zal je zo meteen zien dat het al is gaan borrelen. Zo, je ziet dat het al een beetje gerezen is, een beetje is gaan dubbelen. Dat gaat bij 450 gram patentbloem. Zo, met een beetje bloem kan je het makkelijk van de lepel halen. Dan gaat er bij 10 gram zout. Suiker, gewone standaard suiker. En 5 kleine eieren. 225 gram. Dat zijn ongeveer 5 kleintjes van 45 gram. Misschien wel 4 grote. Het mooie aan deze deegmachine. Klik hem erop. Hij staat nu in zijn eerste versnelling. Lekker rustig. En het deeg gaan we afdraaien natuurlijk. In de eerste versnelling laten we hem een minuutje of 4-5 draaien. Dan geven we hem nog een minuutje of 4-5 in zijn tweede versnelling en dan gaan we de boter erbij doen. 250 gram echte roomboter. Die ga ik al een stukje snijden. Nou, het deeg is nu al in de kruim. De boter, 250 gram. Ga ik een stukje snijden en dan gaat er pas bij als het deeg afgedraaid is. Ik kan het deeg natuurlijk ook altijd met de hand doen. Nou, dit is wel dit is echt het mooiste. Gewoon een spiraalkneder zoals wij het in de bakkerij noemen. Kijk hoe snel dat het al gaat. Het is gewoon in 1 minuutje en het is in de kruim zoals wij dat noemen. Je ziet eigenlijk geen bloemrestjes meer. In de bakkerij doen wij nu pas het zout erbij. Dat doen wij altijd voor bescherming van de gist. Maar als je een zetseltje maakt, maakt dat niet zoveel uit. Dan kun je dat gewoon er gelijk bij doen.
in zijn eerste versnelling. Nu gaan we hem in zijn tweede versnelling draaien. Het is een heel stug deeg zoals je ziet. Dat is ook nodig, want daar gaat heel veel boter bij. En boter wordt natuurlijk heel slap, want de deeg is nu 627 graden. Je kan eigenlijk niet echt kijken of het afgedraaid is, omdat het zo stevig is. Maar omdat het deze tijd gehad heeft, weet ik wel dat het goed is. Nu gaan we het boter in vier delen erbij doen. Dus nou gaat het eerste deel erbij. En dan draaien we gewoon gelijk weer in zijn tweede versnelling. Ja, en als dit er doorheen gedraaid is, ja, dan doe ik weer een vierde deel erbij. Na een minuutje draaien is het eerste deel eigenlijk zo bijna helemaal opgenomen. Dus het volgende deel erbij. Ja, en dit pakken we even van de rand. En dat doen we gewoon zo erbij. En weer aan. Weer een minuutje verder. En laatste deel. Zo, alle boter zit erdoor. Het laatste blijft toch altijd plakken. Dus net als in de industriële bakkerij, daar hebben ze die deegmachines ook allemaal zo. En dan kan die kuip los en dan gaat dat in een hefkieper. Wij moeten altijd de deeg helemaal uit de kuip halen, maar... Ja, die grote jongens die hebben eigenlijk deze deegmachines en dan helemaal in het groot. Dat komt dan los en dan gieten ze het zo in een afmeter, zoals dat heet in de bakkerij. Maar het is eigenlijk helemaal geen plakdeeg. Lijkt wel. Kijk, plakt niet. Maar dat komt omdat het zo vet is. Het is natuurlijk boter, eieren, een klein beetje melk. Stel dat je nu die melk niet hebt, kan je gewoon een beetje water pakken. Dit gaan we een bulk rijst geven en dat doe ik op een warm plekje. Nou, wat is een lekker warm plekje? Dat is natuurlijk een rijstkast. Hier, maar mijn oven die is ook warm. Dus ik zet hem hier zo, lekker warm op de oven. Handdoekje erover, of een plastic deegkleedje erover. En nu laten we het een half uur rijzen. Mijn deeg is lekker gerezen. Kijk, het is veel groter geworden. Nu gaan we het in precies 6 gelijke stukjes verdelen. En hier mijn broodblikjes heb ik ook al hier staan. Die zijn ook al lekker warm aan het worden. En dan gaan we vlechtjes maken. Ik ga het deeg in 6 stukken verdelen. Ja, zo de helft. Dit in drieën, ongeveer. En het is 190 gram per stuk. Ik weeg het eventjes af. Bakkers werken altijd secuur. Nu gaan we van het deeg vlechtjes maken. Beetje bloem op het werkblad. Een mooi rolletje van maken. Even die paar seconden rust, dat geeft al veel meer soepelheid aan het deeg. Ja, en gewoon een drievlecht kennen we allemaal nog wel. Dan heb ik hier een gekookt bakblikje, dus dat hoef je niet te smeren. Dat gebruiken we in de bakkerij ook. Je mag ze wel heel af en toe eventjes smeren, dat is goed voor de coating. Je ziet wel dat ik niet te lange strengen maak.
De broodjes zijn klaar. Weer lekker op het warme plekje met een handdoekje erover. En rijzen totdat ze net boven het blikje uitkomen. Ik denk dat het ongeveer een uurtje gaat duren. Ze komen tot het randje van het blik. Dan heb ik hier een eitje. Snufje zout. Even goed klutsen. En nou smeren we het in met heel ei. Nog meer ei. Dan gaat het heel mooi van glimmen. En hier is mijn oven. Het is een mansoven. En het mooie is, deze oven heb ik ook in Halsteren staan. Alleen daar zijn het veel meer ovens, veel meer bakruimtes. Dus het is eigenlijk wel heel professioneel. Een stenen ovenvloer. Er zit een stoomfunctie op. Hoewel we die nu niet nodig hebben. En ik ga mijn broodjes gewoon, mijn blikjes zet ik gewoon op de stenen ovenvloer. De temperatuur staat hier 200 graden kapwarmte, 190 vloerwarmte. Er staat ook een getalletje achter wat het nu is. Hier is de tijd. Die ga ik even naar 30 minuten veranderen. Dan druk ik op start en over 30 minuutjes krijg ik een piepje. En ik ga wel eerder nog kijken natuurlijk. Maar mijn eerste broodjes zitten nu in mijn nieuwe oven. Ja, en dit is gewoon heel mooi. Ze zitten nu 23 minuten in de oven, maar ze kleuren best hard. Het is nu de eerste keer dat ik in deze oven bak, dus ik ga even kijken. Ja, één ding, hij is heel mooi. Ik vind het echt heel gaaf. Echt zo leuk. Ik zie hier dat hij nog niet gaar is. Maar ja, voor de zekerheid wil ik wel even kijken. Dus ik zit eigenlijk denk ik precies goed met mijn 30 minuten. Het moet nou nog, zoals je ziet hier, 7 minuutjes. Nou, dan wachten we even af. Wat een leuk geluidje. Handschoentjes aan natuurlijk. Hele mooie vloer. Hoe noemen we dat? De onderkant van het brood. En we laten ze lekker op een roostertje even uitwasemen. Dus over een half uurtje kunnen we ze proberen. Mijn briochebrood, ik ga hem snijden. We zitten hier met een hele volle tafel. Die zitten al aan de pizza's. Kijk hoe mooi van kleur. Het is eigenlijk een soort cake. Het is ook een beetje hetzelfde recept als cake. Dan kan je van deze grondstoffen ook een cake maken. Maar ja, dit is met een deeg. En, ja, mooi hè. Het ziet er ook echt uit als cake. Mag ik proeven? Ja, jullie mogen allemaal proeven. Heel lekker met nog een beetje extra boter. Met alles is dit lekker. Een van mijn lievelingsbroden. Bedankt. En eigenlijk niet moeilijk. Bedankt voor het kijken naar deze bakfitsvideo van vandaag. Volgende week zijn we er weer en ik hoop dat je abonneert. Houdoe!